Welkom mensen, we zijn er eindelijk. Koen's Road to Elite, jawel, jawel, jawel. En daar is ook wel wat voor te zeggen, want ik ga fantastisch in de Weekend League. Ik ga op dit moment 13 om 7. Niet heel goed hè, nee, niet heel erg goed. Ik moet op dit moment alles winnen om nog Elite te kunnen halen, maar daar gaan we nou uiteraard ook voor. Vind je de video's een leuk doen, zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. We gaan richting de 300.000. 300.000, op het moment dat ik dit inschrijf moeten we nog 8.000. 8.000, nou dat hebben we eigenlijk morgen. Ja, ik heb voor deze fantastische aflevering zelf een speciaal design laten maken. Oh, wat mooi. Ik doe hem gewoon nog een keer, want het heeft me geld gekost. Oh, wat mooi. Maar even terug naar de belangrijke informatie. Ik heb op dit moment dus 10 losses. Ja, in de intro kon ik het nog redelijk weg doen, omdat ik zei dat ik 13 om 10 ging, terwijl ik eigenlijk 13 om 7 ging. Maar hier werd het toch lastig. Jongens, ik maakte een fout. Ik ga niet 13 om 10, ik ga 13 om 7, oké? En ja, we hadden dus iets nodig waardoor, ja, het beter zou gaan. Want 13 om 10 is niet goed in de Weekend League. We moesten een super sub hebben. Hij moest snel zijn, goed en met name duur. Want hoe duurder, hoe beter. Met alles in het leven. Dus kochten we Mané. Mané gaat direct het Hutsteam in. En toen was het tijd voor de eerste wedstrijd die we gaan spelen. De eerste van de 10. En we kwamen tegen dit team in de allereerste pot. En matig team. Wie is die sentiment überhaupt? Hij heeft echt een standaard hoofd. Echter komt hij in de 11e minuut wel door en schiet hem met... Ah, zo heet hij dus. En we staan dus 1-0 achter. Niet heel lekker. Mooie redding. In ieder geval gingen we de rust in met een 1-0 achterstand. Dat is natuurlijk niet lekker. Dus het was Super Mané-tijd. Jawel, jawel, jawel. Wat lekker zeg. Dit werpt ook gelijk zijn vruchten af. 1-1 door Neymar. Ja, niet dat Mané hier iets mee te maken had. Maakt niet uit. Het staat 1-1. In de 57e minuut komt hij door. Ramon zit ertussen. Nee, keeper heeft... Ah, man. Daarna krijgt Son een mega kans. Echt, jongen. Stomme Japanees. Oké, ik heb in mijn video over Son een paar comments gekregen. Die ga ik nu even voorlezen. Koen, het is een Koreaan. Het is een Zuid-Koreaan. Het is geen Japanees. Het is een Zuid-Koreaan. Het is een Japanner, geen Japanees. Hier klopt volgens mij niet veel van. Dylan, wat jij zegt, klopt voor... Het is ook geen Japanner. Son is een Noord-Koreaan, jij koude ezel. Daarna komt hij door met Jesus en maakt hij de 3-1. Mooie redding. Daarna zat Mbappé het niet echt meer zitten. Net zoals in het echt een keer. Een kleine frustratietackle. Echt, ik kreeg hier geel voor en mocht je dus doorspelen. Wat wel goed uitkwam, want hij scoorde na de 3-2. En daarna begon hij met lekker 18 rondes spelen. Trouwens, ik ga deze pot dus gewoon verliezen. Alleen, ik heb gewoon geld betaald voor die Koen's Road to Elite. Dus hij komt gewoon nu nog een keer. Jongen. Nog één keertje dan, nog één keer. Oké, nou heb ik in ieder geval een paar keer kunnen gebruiken. We verliezen inderdaad. En ik moet nu op zoek naar een nieuw design. Yo, je had het design voor mij gemaakt met het Elite. Ja, dat heb ik dus niet gehaald. Heb je misschien tijd om nu een goud 1 design te maken? Thanks. Nou mensen, daar zijn we weer met Koen's Road to Goud 1! Ja, oké, het design is iets minder mooi, maar kom op, hè. Het kan ermee door. Een voordeel is wel dat we aangezien we nu 13 om 11 gaan... 13 om 8, Koen! Anders kan je toch geen goud 1 meer halen, sukkel! Dat je wel tegen mensen komt die er niet heel veel van kunnen. Een beetje skill-based matchmaking, weet je wel. Als iedereen met een goed team, ja, die zal wel veel beter doen dan ik. Want ik ben gewoon echt fucking slecht. Hoe dan? Hoe dan? Ik heb er zin in. Deze wedstrijd ging niet heel best. We kwamen al snel met 1-0 achter. Een vrij onmogelijk doelpunt zorgde ervoor dat ik 2-0 achter kwam. Daarna haalde ik hem neer. Ja, wel een penalty. Ja, wel. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. Daar scoorde hij uit de 3-0. Toen kwam ik er daarna dus achter dat ik analoge sprint aan had staan. Dat is niet fijn. Dus mensen, als je het aan hebt staan, zet het uit. Ik heb het daarna uitgezet. Het hielp echter niet echt, want in de 41 minuten kwam hij door. Maar gelukkig was er Oblakkie. Hij scoort de 4-0. Oblak. Heerlijk sterk. Hij scoorde ook de 5-0. Alleen toen, mensen, was het tijd voor Super Mané. Jawel, Super Mané. Het was tijd. Hij ging het omdraaien. We scoorden 5-1 met Sissoko. Toen was het comeback time. Geintje. Het werd 8-1. Ik verloor weer. Ongelooflijk. Na dit dramatische verlies was het tijd om even bij te komen. En gingen we even kort een SBC doen. Het was een makkelijke SBC die je gewoon kan inleveren zonder enkel problemen. Ah, EA. Hoe moeilijk is het? Je kan niet eens een SBC doen zonder uit de service gegooid te worden. Maar ja, het is wel vaak... Ja, dat kan natuurlijk weer gebeuren dat het één keer is. En dan doe je het nog een keer. En dan gebeurt het gewoon weer. Weer. De derde keer dacht ik van, ik ga even een speler veranderen. En toen deed hij het wel. We openen ons pakketje. Ja, gewoon poep. Gewoon poep. Maar wel uitgerust. En zo konden we doorgaan naar de volgende wedstrijd. We kwamen tegen weer een goed team. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen mensen even slecht zijn zoals ik? Of die matchmaking klopt gewoon niet. Maar het gaat lekker. En al snel komen we op 1-0 door.
Daarna komen we zelfs op 2-0. Ja, het is ongelooflijk. Door Neymar. In de 43e minuut komen we door Neymar ook op 3. Hoe dan? Hans Borst. Maar niet voor later alsnog. Een ongelofelijke wereldgoal van Son. Techniek boven kracht. Dit is ongekend. Dit is niet raar geknipt. Dit zei Siert legit. Techniek boven kracht? Ja. Het wordt hier zelfs nog 4-0. En jawel, je gelooft het niet. Maar mijn tegenstander rage quit. Ongelooflijk. Dit is een persoonlijke overwinning voor mij. We gaan 14 om 9. Goud 3 is binnen. Op naar goud 1. In de volgende wedstrijd kwamen we tegen dit teampje. De cv's en de keepers zijn allemaal op 7 cam of op 8 cam of zo. In ieder geval niet goed. Moet je van winnen. Er gebeurde heel lang niks. Beetje kansje over en weer. Totdat net na rust. Toch 1-0 voor hem. Ik kreeg echt veel kansen. Nou, onder andere Neymar die deze normaal altijd binnen schiet. Nu schiet hij ineens naast. Of bijvoorbeeld Son. Kom op Son. Schiet hem binnen. Ja. Of Mbappé die... Oh, oké. Lekker. Lekker Mbappé'tje. Fantastisch doelpunt. Helemaal niks meer. Oh mijn god. 2-1. We hebben niet lang van onze voorsprong kunnen genieten. Want hij zit er alweer in aan de andere kant. Zo gaan ze binnen. Goal. Laat in de wedstrijd. Toch die voorsprong. Ja. Doe maar rustig, man. Siert. Hey, Mafkees. Jongen. Ben je voor hem of zo? Daarna ging ik ultra aanvallend spelen. Kreeg ik een counter tegen. En helaas scoorde hij. Zomaar ga je zusje, man. Zomaar. Goal. Dan aan het eind van de wedstrijd probeer ik nog een bal te blokken met Sissoko. Helaas, ja, kom ik net niet bij de bal. Rood. Zomaar een rode kaart. Hoezo? Hoezo is dit een rode kaart? Dit. Er staat helemaal nergens op. Ik begrijp er helemaal niks van. In ieder geval, we verloren ook deze wedstrijd. En dus gingen we 14 om 10. En ik mag niks meer verliezen om goud 1 te halen. Ik moet de volgende 6 potjes winnen. Gaat dat lukken? Dat zie je na de reclame. Ja, daar ben ik weer. Oké, vanaf nu moesten we alle wedstrijden winnen. En dat ging wel een pittige kluif worden. Maar eerst moesten we even een beetje glitchen zien. Sinds de sokken natuurlijk rood had. En toen kwam ik dus achter dat ik de hele tijd, de hele Wicked League op wifi heb gespeeld. Nu zijn er waarschijnlijk sowieso mensen bij tussen jullie die op wifi spelen. En ik raad je echt aan om een kabel te kopen. Want dat speelt echt een stuk beter. Dus de reden dat ik wegging, gooien wij lekker op het wifi. Jawel, niet dat ik slecht ben. Nee. De wifi. De volgende tegenstander had. Oh mijn god. Hij heeft Eschen. En als ik één ding hoor in het hutshuis de laatste tijd, is het van Matty hoe goed Eschen is. Nou is dat gelukkig wel 85 Eschen en niet 87 Eschen. Maar alsnog moest ik wel voorzichtig zijn. Alhoewel, ja, over het algemeen kan er natuurlijk helemaal niks van. Als we heel eerlijk zijn, het is een beetje een meme spelen, maar hij kan er natuurlijk niks van. Echt, we komen wel na 5 minuten op 1-0 achter. Man. Dit is echt helemaal niet lekker als je elk potje moet winnen. Maar we maken al snel 1-1 door niemand minder dan Kylian Mbappé. Daarna krijgt hij een corner en Oblak zit er weer naast. Nee. Niet Eschen. Dit meen je toch niet. We staan 2-1 achter. Eschen. Maar we moesten en zouden winnen. Dus hier een heerlijk Frans tiki-taka met Mbappé en Dembélé. En uiteindelijk maakt Dembélé deze bal heerlijk af. Al zeg ik het zelf, gewoon mooi doelpunt. Lekker doelpunt. Hierna kreeg hij een kleine kortsluiting met Varane. En uiteraard is dit ook een geel. Hoe is dit geel? Hoe is dit geel en dit rood? Dit staat echt helemaal nergens op. Echt helemaal nergens. Maar Mbappé neemt een heerlijke sportieve revanche. En hij scoort de 3-2. Fantastisch. Na de rust drukken we door. Maken we ook de 4-2. Ook maken we de 5-2 met Sonnetje. Wat een heerlijk doelpunt. En Son maakt ook de 6-2. Waarna mijn tegenstander bestaat de rage quitten. Lekker. En we gaan 15-10. Yes, nog maar 5 winnen op rij, mensen. Dit gaat zeker lukken. Mijn volgende tegenstander heeft niemand minder dan Messi. Maar het is al snel Kylian Mbappé, die scoort. Jong mensen! In de 22e minuut weer Kylian Mbappé. Staan we 2-0 voor. Dan daarna Neymar op Mbappé'tje, op Dembélé. Een heerlijk doelpuntje, 3-0. Sonnetje maakt daarna ook nog eens de 4-0. Hij maakt nog 4-1, maar ja, boeien. We winnen 16-10, easy. Mijn volgende tegenstander had het team met de witse Oh mijn god, ik speel tegen Missy Mark. Ik heb Mark een appje gestuurd met de vraag, speel ik tegen je? Hij zei, nee, ik speel deze weekelijk niet. Dus mensen, het is niet Missy Mark. Helaas. Gelukkig wel voor Mark, anders had ik hem zeker de penarie ingedrukt, want ik was on fire. Ik scoorde de 1-0, een lekker hutsgoaltje met Son. Daarna zie Sokko op Sonnetje. Ja, Sonnetje mist dit gewoon niet. 2-0. Deze pot blijft 2-0. En dus gaan we 17 om 10. Tegenstander hierna een zeer aardig team. Maar al heel snel komt Neymar door. En boom! 1-0. Ratatatata. Lekker zeg. Ah, ja, oké, viel mee. Het was helemaal niet zo. Nee. Het was niet zo heel bijzonder doelpunt. Daarna drukten we door. En huts! 2-0 Neymar. Heerlijk. En je gelooft het niet. Ragequitje. 4 op rij gewonnen. Dit is ongekend. Mensen, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben weer een nieuwe quiz vandaag. Een polletje. Ga ik het halen, goud 1, de ja of de nee? Het polletje staat nu rechtsboven in uw scherm. Het volgende team had Ben Yedder en die ziet er echt, ik vind hem er zo smerig uit. Echt een ranzige gast gewoon. Hij ziet er gewoon uit als een ranzige gast, ben ik dan gek? Ik speelde erg geconcentreerd deze wedstrijd en daarom kwamen we na 20 minuten op 1-0 door Supersonnetje. Ja, een heerlijk uitgespeelde aanval, heel veel schijven en echt zo'n aanval die 10 minuten duurt.
Maar ja, hij zit er gaat om. Daarna druk ik opnieuw door en boom! 2-0. Lekker. Ook na rust ben ik echt super scherp. Echt fantastisch scherp. En scoren we de 3-0. Waarna mijn tegenstander denkt... Zijn groeten! Oké, mensen. Hier doen we het allemaal voor. De allerlaatste wedstrijd. Epische muziek. Ik kwam tegen een goed team met Leen Hazard. Leen. Waarom kan dat in Weekend League? Leen spelers. Zijn teamnaam is waarschijnlijk wat ik ga doen. Choken. Hij krijgt de allereerste kans met Ben Yedder, maar... Die bal gaat naast. Oh, maar wel goed geschoten, zeg. Daarna schiet ik met Neymar, maar zijn keeper redt. Ah, ik moet scoren. Maar dan in de 37e minuut. Paul Pogba wordt niet aangevallen en schiet! 3 minuten later echter is het alweer gelijk door Ben Yedder. Sorry Ben Yedder dat ik je lelijk en eng genoemd heb. Het spijt me alsjeblieft niet meer scoren. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Net voor rust krijgen we nog een schietkans met Dembele. Maar oh, de keeper redt net. Helaas, helaas, helaas. Neymar komt de 56e minuut door en heeft nog een kans. Maar wat een redding van de keeper. Ongelooflijk dat hij dit tegenhoudt. Ongelooflijk, hoe kan dit? En je weet het mensen, als je zelf niet scoort... Gaat deze aanval wat opleveren? Naast! Het is ook niet zo dat als jij niet scoort dat de tegenstander niet scoort. Hahaha, lekker. Dan is het de 90e minuut. Laatste kans. En Mbappé komt door. Hij legt af. Oh, ah. Oh, dit was mijn kans. Maar mensen, nu was het wel tijd voor Mané. Mané time, de super sub, jawel. En net voor de rust. De bal naar Son. Neymar gaat eroverheen. Ah, kak. Maar dan, in de 122e minuut. Ik kom door aan de linkerkant. En ja, je ziet hem staan voor de goal. We moesten een super sub hebben. Hij moest snel zijn. Goed. En met name duur. Want hoe duurder, hoe beter. Met alles in het leven. Dus kochten we Mané. We winnen hem gewoon. We winnen. Ongelooflijk, wat een goal. Hierna had er natuurlijk geen enkele kans om te scoren. En daarom mensen, goud 1 is in de pocket. Laatste 6 potten gewonnen. Ja, eigenlijk best triest dat ik zo blij ben met goud 1. Maar het gaat meer om de weg ernaartoe. Ga om de weg ernaartoe mensen. Ik wil u bedanken voor het kijken. Ik ga even dromen over mijn 200 capex die ik kan gaan openen. Ik ben zo ongelooflijk blij met goud 1. Volgende week ga ik echt elite halen. Ik voel het. Ah ja, oké, dat is echt kansloos. Maar ik ga het wel proberen. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet me niet te liken. En abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie bij de volgende video weer.